Hoi, heb jij dat nou ook wel eens? Dan zit je op je favoriete fiets, daar heb je een maandsalaris aan uitgegeven. Of op die peperdure bakfiets waar je hele gezin in zit. Tegen de helling op, keiharde tegenwind. En dan denk je, had ik nou maar een elektrische versie van die mooie fiets of die bakfiets gekocht. Geen probleem, want met een e-bike conversie kit kan je elke fiets, je kan het zo gek niet bedenken, ombouwen tot een e-bike. Zo'n 9 jaar geleden, toen ik nog jong en slank was en YouTube-video's zo korrelig als hagelslag waren, toen heb ik een gewone Vanmoof met een V-fiets, conversiefiets, omgebouwd tot een e-bike. Nou moet toch wel wat bij je. Ja, dat is 9 jaar geleden en in die tijd is enorm veel veranderd op e-bike gebied. Dus ik ben weer terug bij V-fiets om nu mijn huidige fiets om te bouwen tot een e-bike en om te kijken wat daar veranderd is. In principe kan je ieder fietsvoertuig met een spaakwiel kan je ombouwen tot e-bike. Maar dit keer heb ik een andere conversiekit. Ik heb namelijk een middenmotor en die past veel beter bij mijn fiets. Is lekker compact en ziet er gewoon goed uit. De essentie van mijn conversiekit is natuurlijk de middenmotor. Dus als eerste moest ik de oude kettingkast eraf halen. Vervolgens de originele trappers en de crank eruit halen. Je krijgt er gewoon gereedschap bij. Heel makkelijk allemaal. En dan schuif je eigenlijk als het ware gewoon de hele cartridge van de middenmotor in het gat wat ontstaan is. De volgende stap was om de accuhouder te plaatsen. Daarvoor heb ik de bidon verwijderd. De derde stap was het monteren van de sensor, de snelheidssensor. En als laatste heb ik de bedieningsknoppen en het displaytje gemonteerd. Al met al was ik ongeveer 2,5 uur bezig om mijn gewone fiets om te bouwen naar een e-bike. Ben je niet zo technisch, dan kan je het gewoon door V-fiets laten doen. Dan kost het ongeveer €95. Zo, hij is klaar. De accu is opgeladen. Tijd om te testen. Ja, dit is echt een hellinkje van niks voor deze opgebouwde e-bike. Kan bijna met losse handen omhoog. David, ben je blij? Ja, zelfs blijer dan 9 jaar geleden. 9 jaar geleden was die elektronica, het aansturen van die motor nog een beetje grof. Als ik dan weg wilde fietsen, dan schoot ik vooruit. En als ik stopte met peddelen, dan ging hij nog een halve seconde door. Nu is het gewoon super smooth. Wat betreft de rijervaring is het gewoon precies hetzelfde als een kant-en-klare e-bike die rechtstreeks zo uit de fabriek komt. Dus ja, ik ben super, super blij met deze conversiekit. En elektrisch fietsen is net als fietsen met wind in de rug. En het is gewoon hartstikke leuk. Mijn zelfgebouwde V-fiets e-bike doet niet onder voor een kant-en-klare e-bike die je gewoon uit de winkel haalt. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Maar er zit natuurlijk een kostenplaatje aan. Dat begint met die fiets die ik al gekocht had, €1000. En mijn conversiekit kost ongeveer €960. Dat is het medium pakket. Het begint bij €760. De dure pakket is iets van €1000 of €1100. En dat hangt af van de actieradius van de accu. Die van mij is ongeveer 60 tot 90 kilometer. Maar bij elkaar opgeteld is dat €1000 voor de fiets toen ik hem oorspronkelijk aanschafte. Ongeveer €1000 voor de conversiekit. €2000, daar kan je toch een hele mooie elektrische fiets voor kopen. Dat klopt, maar daar is zo'n V-fiets conversiekit ook niet voor bedoeld. Die is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld een paar €1000, €3000 aan een fiets hebben uitgegeven waar ze heel erg aan gehecht zijn. En leuker nog, je kunt werkelijk elke fiets waar ook maar een spaakwiel in zit ombouwen tot een elektrische fiets. Dat kan je vouwfiets zijn, je bakfiets, je lichtfiets, je bierfiets. Je kan het zo gek niet verzinnen of je kan hem ombouwen. Ik ben benieuwd welke gekke fiets of raar ding jij zou willen ombouwen met zo'n conversiekit. Laat het weten in de commentaren. Geef ons een duimpje voor de video's en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal.